Sijpendaalstraat, Nijenrodestraat en Kouwenbergstraat in Nijmegen zijn vrijdagmiddag getroffen door hevige lekkage. De waterproblemen starten om 1:30 middags. De straten stonden helemaal blank en bovendien hadden bewoners problemen met hun eigen water thuis. Ze konden namelijk als gevolg van de lekkage lage waterdruk hebben en zelfs bruin water. Vitens was aanwezig om de wateroverlast aan te pakken.